Nou, mijn naam is Richard Lomans. Ik werk voor het Instituut Fysieke Veiligheid, afdeling FDC. Dat is Facilitair Dienstencentrum. Ja. En wij zijn hier om de jongens te ondersteunen met gereedschappen, met voorzieningen die ze nodig hebben. Het aggregaat wat er staat te draaien, er is hier niks in de wijk. Dus wij verzorgen de stroom, de koffie, de thee, van alles om de jongens bij te staan. En sinds wanneer ben je hier, vanaf het begin? Ja, wij zijn maandagochtend vroeg hier gekomen. En wij gaan als het goed is vrijdag weer weg, weer terug. En wat is je het meest opgevallen aan deze week? Het meeste wat me opgevallen is dat er niemand chagrijnig kijkt. En dat is geweldig om te zien. Al die gasten, dat is echt geweldig. Iedereen is enthousiast erover, zowel van de projectleider tot aan degene die de slangen moet jouwen. Ik kom helemaal niet uit de brandweerwereld, maar dit is echt fantastisch om te zien. En maak je zelf wat van de experimenten mee? Niet zo heel veel. Nu wel, want we zijn nu klaar met de voorbereidingen in de huizen zelf. Maar in de loop van de week niet, omdat ze zijn daar bezig met een brandje. En wij zijn in een ander huis bezig om de gaten te boren en de vloeren eruit te halen en allemaal dat soort dingen. Ja. Ik begreep dat je vorige week hier ook al aan het werken was. Wat heb je toen gedaan? Ja, toen hebben we huis nummer 43 hebben ze de proefexperimenten gedaan om te kijken of alles klopte. Ja, en daar moest echt alles nog gebeuren. Dus daar moesten de ramen open, de deuren open schroeven. Nou, dan kom je binnen, dan moet je de rotzooi opruimen. De gaten boren voor de voelers. Kijken waar alles zit en of het goed zit. Of de camera's op de goede stand staan. Allemaal dat soort dingen. Geholpen met de bedradingen trekken van de camera's, de voelers, de thermokoppels. Eigenlijk alles wat in de voorbereiding zit. Zodat u, als de jongens aankomen met de controleauto, dat ze alles aan kunnen sluiten en dan gelijk kunnen beginnen. Ja, dus deze week de koffie en de thee, maar vorige week heb je echt heel veel in de voorbereiding gedaan. Ja, dat wel, ja. Ja. En de afgelopen week ook wel, want het ene huis was nog niet klaar en het andere huis moest alweer begonnen worden. En maandag hadden we een soort van makkie, want dat was maar één burn en de rest van de dagen twee. Ja, dan probeer je toch vooruit te lopen en wij zorgen ervoor met de logistieke bak dat het complete interieurs hier naartoe komen. En dat het ingeladen wordt en uitgeladen wordt, dat het op de goede verdieping komt. Meedenken hoe het boven komt. Ja, het zijn maar kleine huisjes, kleine trappengaten en er moet ook een bed naar boven en kasten, grote kasten, kleine kasten, van alles en nog wat. Hij is met heel druk geweest. Wij zijn overal inzetbaar. Ja. Dankjewel.